Op 23 januari rekken we hier in Oostende voor de 11e keer de Ensors uit. De prijs voor de Vlaamse film en televisie. De show wordt uitgezonden op Canvas en wordt gepresenteerd door Marta. Klopt, spannend. En zo is voor jou de cirkel rond, want je hebt ooit de prijs gewonnen voor de beste actrice met jouw rol in Black. Ja, die Ensor staat nu te chillen op de kast bij mijn mama. Goed zo. Maar Marta presenteert de show niet alleen, want naast haar staat een stoere zeebonk. Een echte schipper naast Mathilde. Inderdaad, ik doe dit samen met Wim Obroek. En de Ensors worden uitgereikt op twee verschillende plekken. Dus Cursaal en hier in het Thermal Palace. Over een dikke twee weken zitten ze hier beneden allemaal te bibberen van de zenuwen. Al het Vlaamse filmtalent. Maar over wie hebben we het eigenlijk? Wie zijn de genomineerden voor de Ensors 2021? In films roepen we werelden op die echt zouden kunnen zijn. Maar we beginnen met een categorie die de echte wereld laat zien. Documentaire. De genomineerden voor documentaire film zijn Annapolis, Giant City, Confessions to Deus, Mother, Touching Infinity en Victoria. We zetten ook de tv-documentaire in de kijker. Als je eens wist, De Onfatsoenlijken, Gentbrugge, In de ban van Tsjernobyl, Kinderen van de Holocaust. Film draait om wat je ziet, maar ook, en dat vergeten we soms, om wat je allemaal hoort. Deze genomineerden maken kans op de Ensor voor Best Sound Design. Peter Flamand, Matthias Hillegeer, Fabien Pochet, Pedro van der Eken en Jos van Galen. Welke soundtrack wint dit jaar de Ensor voor Beste Muziek? Hannes de Maaier, Geert Hellings, Mauro Pavlovski, Jeroen Swinne en Dave Martijn, Pieter van Dessel en Lennart Korevits. Alles wat je ziet op het grote scherm is begonnen op een klein papiertje. Een half woord, een losse gedachte, een idee wordt later een stevig scenario dat misschien een Ensor wint. De kanshebbers voor scenario, tv-serie zijn Wannes de Stoop, Dominique van Malder, Tom Dupont en Gilles Coulier. Philippe de Schepper, Bas Adriaanse en Geert Verbank. Jan Eelen en Jurie Bonen. Nico Molenaar, Piet Matthijs en Bart Uitenhouwen. Bert van Daal en Sanne Nuyens. De beste filmscenario's komen dit jaar van Anke Blondé en Jean-Claude van Rijkegem, Eva Kools, Benjamin Sprengers en Tim Milans, Patrice Stoye en Peter Seynave en Willem Wallijn. De look en feel van een film zijn alles. Je waant je plots in de 70s, in de middeleeuwen of op een naaktcamping. Dat hebben we allemaal te danken aan de volgende categorieën. We beginnen met Art Direction. De genomineerden zijn Harry Amerlaan, Philippe Bertin, Hubert Pouille en Pepijn van Looy en Hendrik van Kets. Make-up is alles voor wie voor de lens, onder de spotlight of in de huid kruipt van zijn of haar personage. Dit zijn de heren en dames die voor deze categorie genomineerd zijn. Labissé Alara Mandango Siratu, Daphné Beaulieu, Erwan Simon en Véronique Dubray, Lily Dangvou, Diana Dreesen, Gerda van Hoof en Leendert van Nimwegen. Vlaanderen telt een enorm getalenteerde en misschien wel ondergewaardeerde schare aan kostuumontwerpers en ontwerpsters. Dit zijn de genomineerden voor kostuum. Vanessa Evraar, Raïssa Hans, Valérie Leroy, Catherine Marchand en Jacqueline Stijlen. In tegenstelling tot make-up en kostuum zie je op beeld weinig van de regisseur zelf. Maar zij zorgen wel voor de magie tussen actie en cut. Deze regisseurs zijn genomineerd voor Beste Regie Film. Anke Blondé, Bas De Vos, Tim Milans, Patrice Stoye en Willem Wallijn. En wie verzilvert de Ensor Regie TV-series? Wouter Boevijn, Wannes De Stoop, Jan Eelen, Maarten Moerkerke en Robin Pront of Pieter van Hees? En Cecilia Verheijden.
En er zitten nog meer kleppers achter de schermen. De cameramensen of DOP's bijvoorbeeld. Lou Bergmans. Dries Delputte. Robrecht Heijvaart. Frank van den Ede. En Grim van de Kerkhoven. Ze werken maandenlang in een donker hol, dus veel licht zijn ze niet gewoon. Maar toch moeten we eens de schijnwerpers richten op de monteurs van de Vlaamse film. Beste montage. Tom de Noyet. Alain de Sauvage. Bert Jacobs. Johan Leysens. En Kim van der Berg. Een vaak onderbelichte filmtak is deze van de kortfilm. Op deze genomineerden schijnen de answers ook hun licht. Hier zijn de genomineerden voor fictie. Sundog, Stefanie en Gide. Voor docu, Han Yu. Hier, voor Eunice. En voor animatie, Dry Sea, Carousel en Mosaïque. We beseffen het soms niet, maar de Vlaamse acteurs en actrices op het kleine scherm zijn vaak van wereldniveau. Deze dames zijn genomineerd als actrice tv-serie. Ruud Bekaar, Maaike Kafmeijer, Janne de Smet, Maaike Neuville en Isabel van Hekken. Dit zijn de kanshebbers voor acteur tv-serie. Benny Klaasens, Josse de Pauw, Dominique van Malder, Geert van Rampelberg en Tom Vermeer. En ook op het grote doek konden we dit jaar genieten van een heleboel klasbakken. Wie wint de Ensor Beste Actrice Film? Sadia Bentayeb, Joke de Vink, Anna Francisca Jäger, Maaike Neuville of Ariana van Vliet? Genomineerden acteur film, Pierre Bokma, Tijmen Govaerts, Jan Hammenekker, Kevin Janssens en Peter van den Begin. Dit jaar vonden opnieuw ijzersterke animaties hun weg van tekentafel naar het grootscherm. Dit zijn de genomineerden voor beste animatie. Olly, Ridder Muis en Vos en Haas. Het is tijd voor beste tv-serie. De volgende vijf genomineerden staan garant voor het beste wat dit jaar op televisie te zien was. Maar wie van hen wint de Ensor? Albatros, Cowboys 2.0, De Bende van Jan de Lichte, De 12 en Undercover 2. In de categorie jeugdfilm vinden we volgende genomineerden. De familie Klaus en Nachtwacht, het duistere hart. En welke Vlaamse film schiet de hoofdvogel af? Tromgroffel, want de genomineerden voor de beste film zijn... All of Us. Cleo. De Patrick. Ghost Tropic. En Muithond. Voilà, dat zijn ze. Al de genomineerden voor een Ensor. En wie zo'n beeldje thuis op de schouw mag zetten, dat weten we op 23 januari. Tot die tijd stemmen meer dan 1100 leden van de Academie op de genomineerden. In de week voor de Ensors kan u elke avond kijken naar een aflevering van Cinema Canvas. En daar blik ik samen met acteurs, actrices, regisseurs, regisseuses vooruit naar het hoogtepunt van film- en televisiejaar. Het Gala van de Ensors 2021. Ben benieuwd. Tot dan. Tot dan.